Sinds 15 maart is natuurlijk alle horeca dicht. Bij Wijnbar Bruut hebben ze met de leveranciers en met lokale ondernemers een goodiebag samengesteld. Ja. We werken samen met twee verschillende wijnleveranciers. Die leveren dus ook twee flessen wijn aan. Onze groenteboer heeft echte Dordtse aardappels in het zakje gedaan. Omdat die van de streek komen en wij vinden het heel leuk om dat wat dichter bij huis te zoeken. We hebben Gertjan de kaasboer die de kaas aanlevert. We hebben de snoepdiscounter die normaal gesproken ons voorziet van snoepjes voor in de gin en tonics. Die doet een leuke grote lolly in de goodiebag. De slager inderdaad, ja, die heeft zijn eigen gemaakte rookworstjes in de tassen gedaan. En vergeet vooral de tassen zelf niet natuurlijk, die ook aangekocht zijn. De ontwerpster die de tassen gemaakt heeft, Lab 5. Het is een heel leuk initiatief geweest van allerlei mensen die uit de buurt komen om iets moois te kunnen verwezenlijken met z'n allen. We hebben dus ook elke tas die wordt ingestoken door de ondernemer zelf. Ze hebben zelf ruimte gekregen om na te kunnen denken wat voor producten ze in de tas willen doen. Daar is dit dus uitgekomen. Wij regelen zelf de distributie en de leveringen aan huis. Om eigenlijk ook in deze tijden mensen niet al te veel over straat te laten gaan, maar doordat we het zelf brengen. Ja. Het idee van de goodiebag lijkt een gat in de markt te zijn. En voor het paasweekend hebben zij een speciale variant bedacht. Ja, we zitten qua goodiebag zitten we eigenlijk over de 200 stuks nu. Qua paasboxes, dat staat nog redelijk in de kinderschoenen, zeg maar. Dus daar gaan we denk ik deze week volle bak kijken wat we daar in huis gaan krijgen. Ik denk dat we hebben in ieder geval een streven om minimaal 150 paasboxen te kunnen verkopen tot zaterdag. Maar zonder goede reclame verkoop je natuurlijk niks. Fotograaf Erik maakt voor de ondernemers smakelijke foto's. Wij gaan foto's maken van gerechten die zaken in de Drechtsteden, horecazaken, thuis bezorgen. Wat we veel zien is dat ze vaak een mobieltje pakken en een foto daarvan maken van het gerecht wat ze laten thuis bezorgen. En ons idee was om dat net even wat beter op de kaart te zetten en zorgen dat ze daarmee uitspringen. En juist in deze tijd waar ondernemers alle zeilen bij moeten zetten om het hoofd boven water te houden, dachten wij, we gaan een shoot aanbieden. Ja, en is er nou veel vraag naar? Want ik kan me voorstellen dat de horecaondernemingen, die zijn natuurlijk al een tijdje dicht en al een tijd bezig ook met het thuisbezorgen op te zetten, dat ze zelf al foto's hebben gemaakt. Is er dan toch nog vraag? We hebben hem gisteren gelanceerd op onze eigen social. En daaruit zijn al 6 aanmeldingen gekomen. Dus in 1 dag vonden we dat wel op zich een goed streven. En dan de aandacht die er nog voor moet komen, dat gaat natuurlijk zorgen dat het bekendheid krijgt. En we hopen dat daar ondernemers zich gaan aanmelden en echt het belang zien van dat het gerecht gewoon goed eruit komt.